Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een dagje op de Ambu. Het is ochtend, ik heb net even gedoucht. Ik ga zo naar de post toe en dan gaan we kijken weer wat we gaan beleven. Vergeet alvast niet het blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren voor meer leuke video's van ons. Nou, ik ga onderweg, zie ik jullie zo weer. Nog even wat tussendoor. Dit is niet mijn rit, maar ik wil het jullie nog echt wel een keer meegeven. Er zijn weer kittens gedumpt, hier zijn er wat foto's van. Stop dit onmiddellijk. We zijn nu al onderweg naar Oosterwolde. We gaan een gewond vogeltje ophalen. Die is gepakt door een kat en die gaan we naar de opvang brengen en dan gaan wij weer richting huis. We zitten nu bij de dokterswacht. We zouden een hondje ophalen. Die was gevonden door iemand. Mijn collega zou het hondje vastpakken, hij had geen bandje of iets om, dus ja, het moest in het nekvel. Vond het hondje niet zo leuk, mijn collega werd gebeten door het hondje. We hebben de vangstok gepakt en toen wist het hondje heel snel weg te komen naar het goede huis. Hij is nu weer thuis en wij zitten nu bij de dokterswacht om er even na te laten kijken. Laatst kreeg ik ook de vraag, wat dragen wij, wat vervoeren wij mee in de jas en zo. Nou, dat laat ik jullie zien. Ik heb hem nu als bodywarmer. Dit is de jas. Zachterkant, voorkant. Ja, ik kan niet goed zien. Nou, dan hebben we ook nog een broek. Ik laat het even zien. Even kijken. Met mooie reflecterende strepen. Pootje even weer goed. Nou ja, wat draag ik mee? Ik heb altijd een diensttelefoon bij me. Mijn gewone telefoon, die zit nu, daar film ik mee. Huissleutels, ook altijd belangrijk. De telefoon gaat. Nou, ik heb nog een portemonnee. Kom uit, dit is mijn eigen t-shirt, deze krijg ik niet standaard. Even kijken. Pennen, ook altijd belangrijk. Schrijfboekje, als je gebeld wordt. Nou, aan de andere kant. Oplaadkabel. Powerbank. Even kijken, het is één grote grabbelzak hier. Wat we hebben. Aansteker. Ik rook niet meer, maar ik heb hem toch. Een mesje. Dit is mondspray, schoonmaakspul en handschoonmaakspul. Nou, dat was het eigenlijk wel een beetje. Het enige wat nog bijzonder is, misschien een beetje, is deze zaklamp. Kunnen mooi donker ver mee schijnen. Ook zo verkocht krijg je ook niet standaard bij het uniform. Nou ja, ik heb zelf nog beveiligde schoenen moeten kopen. Is veilig, is handig. Dat is een beetje wat we hebben. Wat ik hier heb liggen, dat is onderbij een kilo wat ik extra meedraag. Ik heb een keer gewogen en het is een kilo extra. Nou, hier nog een beetje het kleine wat we hebben. Nou, wat ik met me meedraag, per collega is het weer verschillend. De ene heeft een grote mes, de andere heeft een kleine mes. Zaklamp is weer verschillend, zal ik ook nog even bijleggen. Hupsakee. We zijn nu even bezig om de vriezer uit te ruimen. Ja, na een bepaalde tijd kan het gewoon weer weg. We gaan het naar de gemeente brengen. En die gaan er verder voor zorgen. Ik doe het hek weer dicht. Kadavers weggebracht naar de stort hier zo. Het klinkt altijd een beetje zielig naar de stort. Maar ja, dat gebeurt als mensen hun dieren niet opkomen halen. Dan gaan ze naar de stort. En dan worden ze daar verder verwerkt. Ik was net thuis. Ging je telefoon. Ik zette net de boodschap op tafel. We hebben een ritje. We moeten naar Waskemeer een hond ophalen. De eigenaar van de hond is bekend. We hebben met de chipreader naar de chip gezocht. En hij was geregistreerd. Zo hebben we de eigenaar gebeld. De hondje heet Turbo. En de eigenaar gaat hem nou weer op komen halen. Nou mensen, dit was alweer de video. Vergeet niet te abonneren en een blauwe duimpje omhoog te doen.
En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En volgende week om dezelfde tijd weer kijken. Ik zie jullie volgende week. Later.